Hoe kijkt de Ayurveda aan tegen het eten van vlees? Dat is een hele goede en interessante vraag ook. Want veel mensen denken dat Ayurvedisch eten betekent of gelijk staat aan vegetarisch eten. En dat is absoluut niet het geval. Zelfs veganistisch? Ja, nee, dat is niet het geval. Dat is ook niet het geval. Nee. En als je kijkt naar de oude Ayurveda-teksten, dan worden al ergens in de eerste hoofdstukken alle voedingssoorten besproken. Waar het goed voor is, waar het niet goed voor is, waar je voorzichtig mee moet zijn. En in dat betreffende hoofdstuk over vaste voeding wordt ergens al vrij vooraan in dat hoofdstuk alle vleessoorten besproken. Dus daaruit kan je afleiden dat in de tijd dat Ayurveda zich ontwikkelde als wetenschap en dat het op papier werd gezet, dat vlees eten vrij normaal was. Van alle vleessoorten wordt besproken van wat de kwaliteiten ervan zijn, wat er minder goed aan is, bij welke kwalen je ook bepaalde vleessoorten in kan zetten. Dus vlees werd gewoon geconsumeerd en het enige wat er extra om aandacht vraagt als het om vlees gaat, is dat vlees, doordat het zo compact is en dat het vrij lang duurt om te verteren, dat je het kan laten vallen onder de voedselgroep zware voeding. En zware voeding is moeilijk voor mensen te verteren als het spijsverteringsvuur niet goed werkt, ook qua dosis, je mag er nooit te veel van eten. En eigenlijk moet je met klaarmaken er ook voor zorgen dat in het bereidingsproces je al voldoende dingen inbouwt, zodat het beter verteerbaar wordt. Dus dat is belangrijk om naar te kijken. En binnen de vleessoorten zelf heb je meer zware vleessoorten en meer lichte vleessoorten. Een goede vorm van, een goed voorbeeld van een zware vleessoort is bijvoorbeeld rundvlees. Een lichte vleessoort is kippenvlees. Dus als mensen vlees willen eten en het mag niet te zwaar zijn, kies dan alvast eerder voor kip dan. Dat is gevogelte. Ja. Ja, dus gevogelte is lichter verteerbaar als. Ja, over het algemeen wel. Mm. Ja. Oké. Okay. Nu is natuurlijk de tendens tegenwoordig om toch steeds minder vlees te eten. Hoe kijkt de Ayurveda daar tegenaan? Daar is het heel evident dat Ayurveda daar een voorstander voor is. En die ziet vlees meer als een soort goede bijvoeding met mate. Want heel duidelijk in de Ayurvedische voeding is dat het hoofdbestanddeel van voeding hoort te bestaan, en dat zie je in veel traditionele dieet ook, uit granen en groenten. Dat hoort het hoofdbestanddeel te zijn. En wat vlees daarbij, om de weefsels goed te voeden, en zeker voor mensen die dat nodig hebben als ze veel fysieke arbeid doen, dat is goed. Vlees is bijzaak.